Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar een nieuwe vlog op Matthijs Zegt. Yeah. Zoals jullie zien heb ik mijn muts op, ik heb mijn vest aan. Dus dat kan maar één ding betekenen. Het is zondag. En wat doe ik op zondag? Helemaal niks. Dus eigenlijk is het een fucking saaie vlog. Ik ga ook alleen maar hier opnemen in de woonkamer en in de keuken. Omdat ik verder niks heb gedaan. Ja, het spijt me heel erg, maar ik heb verder gewoon niks gedaan. Maar zo is mijn zondag eigenlijk altijd. Dus op mijn zondag heb ik heel veel tijd om dingen op te nemen. Zoals specials, zoals video's, zoals game video's. En daar is mijn zondag eigenlijk voor, want verder doe ik niet op zondag. Ik zit nu ook te wachten in de keuken op mijn pizza. Ik zal eens even kijken. Kijk, ze ziet daar de oven staan. Mijn pizza ligt klaar daar zo. En er staat ook boter, want ik heb eerst even snel boterham gegeten. Want ik had heel erg trek in iets, want ik had nog niet zoveel gegeten vandaag. En ik heb alle lampen eigenlijk uit aangezet, anders weet ik niet of jullie mij konden zien. Zoals je ziet. En wat doe ik nou helemaal op zondag? Ik doe dus echt helemaal niks op zondag eigenlijk. En we gaan even hier zo zitten. Want hier zo zitten we lekker tegen de achterkant van de bank aan. En dan komt die lekkere lieve hond. Kom eens. Kom maar. Kijk, die komt even lekker hier zo kijken. Ja, die hond die heeft echt iets tegen mij, jongen. Die bijt mij altijd. En vooral in mijn enkels. Ik durf te weten dat hij het zo meteen ook gewoon weer gaat doen. Wat is er? Wat is er? Hé, hey, wat is er? Nou, het is een super lieve hond. Alleen hij wil nog wel eens veel bijten. En dan niet hard of zo, maar gewoon dat het irritant wordt. Dat is eigenlijk alles. Maar ze zeggen dat als hij gecastreerd is, dat dan weg is. Want hij is pas 9 maanden volgens mij. En dat mag pas als een jaar zijn. Dus ja, jouw balletjes gaan eraf, hè? Ja, jouw balletjes gaan eraf. Kijk die blik, kijk die blak. Nee, niet mijn balletjes, niet mijn balletjes. Maar ik zit nu dus te wachten op mijn pizza, dat hij er over in kan. En wat ik vandaag heb gedaan voor het kanaal, dat zijn, ik heb 2 dingen opgenomen en... 3 dingen trouwens. En gerenderd ook al, dus het is al helemaal klaar om geüpload te worden. Eén ding is een special. En ik ga nog niet verklappen waar die over gaat. Oké, ik kan wel iets zeggen. Ik zeg het gewoon. Het is een 50 feitjes over mij video. 50 random feitjes over mij. En ik vond het heel leuk om te maken. Ik vond het ook zelf leuk om na te denken over gekke feitjes over mij. Dus die komt eraan. Die wordt verdeeld in 2 delen. Want in 1 deel duurt die veel te lang. Dus waarschijnlijk 2 delen van ongeveer 10 minuten. En dan is prima. Daarnaast heb ik nog de Q&A video klaar liggen. Nog 2 afleveringen daarvan. Want die maak ik ongeveer 7 minuten. 6-7 minuten, zoiets. En dan hebben jullie er ook weer een paar leuke antwoorden. Dus dan leren jullie mij allemaal heel goed kennen. Dat is toch super leuk? Ja, dat vind ik ook. Ja, leuk. En mijn ouders zijn niet thuis. Ja, en een game video. En mijn ouders zijn niet thuis en ik heb... Ik zit eigenlijk even te wachten tot het erover klaar is. Want dan kan ik mijn pizza erin gooien en kan ik eten. Want mijn ouders zijn niet thuis. Die zijn naar een verjaardag van een... volgens mij naar iets wat verbonden is met mijn opa en oma of zoiets. Maar... Ja, ik ben op dit moment eigenlijk een beetje niks aan het doen. Ja. Ik kan zeggen dat het niet zo is, maar het is gewoon zo. Ik zit hier een beetje zinloos op de grond muziek te luisteren en zo. Dat zullen jullie ook wel horen in de 50 feiten over mijn video. Overal waar ik ga, moet ik muziek luisteren. Dat is zo droog. Overal waar ik ga, luister ik muziek. En of het nou 's ochtends is, of 's middags, of 's avonds, overal waar ik ga, luister ik muziek. Dat is echt zo. Ook 's ochtends. 'S Ochtends meestal, als ik net wakker word, ben ik net 3 minuten wakker en dan meteen zet ik muziek aan. En meestal is het 's ochtends dan hele rustige muziek. En dan in de trein luister ik iets minder rustige muziek. En dan hij ligt aan mijn been. Dus op die manier schudden jullie. Zie je dat? Kijk. Wat doe je? Waar ben je mee bezig? Hey. Ja, ja, ja. Gekke hond. Maar meestal luister ik dus 's ochtends een beetje rustige muziek. En dan 's middags iets... Of dan in de trein onderweg naar school iets drukkere muziek. Nog steeds wel redelijk rustig. En dan op school luister ik meestal fucking drukke en blije muziek. Omdat ik op school ook altijd fucking druk en fucking blij ben. Dus. En dan onderweg terug naar huis luister ik weer iets rustige muziek. En dan s'avonds, later als ik op de computer zit of zo, dan luister ik fucking drukke muziek. Of juist fucking rustige muziek. Dat is maar net op welke stemming ik ben. Niet dat ik chagrijnig kan zijn of zo, want ik ben eigenlijk nooit chagrijnig. De enige keer wanneer ik rustige muziek luister, dat is eigenlijk wanneer ik gewoon zin heb in rustige muziek. Verder luister ik eigenlijk nooit rustige muziek. Want ik ben nooit chagrijnig. De meeste mensen die luisteren rustige muziek als je echt chagrijnig zijn. Maar ik ben nooit chagrijnig, dus dat kan niet mijn reden zijn.
Ik ga even kijken hoe het staat met de oven. Ga je mee? Ga je mee? Kom, kom. Kijk naar de oven. Kijk eens. Is de oven klaar? Is hij maar klaar? Dat is volgens mij een nee. Even kijken. Volgens mij moet dat. We hebben twee lampjes op de oven. Eentje die betekent dat hij aanstaat. En eentje betekent. Ik zet die even hier neer. Zoals je ziet hebben we twee lampjes op de oven. Ik heb even muziek uit. Oeh, ik had nog muziek aanstaan op mobiel. Zoals je ziet heb ik twee lampjes hier op de oven. Die en die. En. Ja, zie je als die bovenste uit is, dan is hij klaar. Dus let op, let op. En hij staat nu op 200 graden en je kan kijken of hij bijna klaar is. Dat is een gouden tip. Als je zeg maar de temperatuurgraden draait, totdat het lampje uitgaat. Ja. En op het moment dat het lampje uitgaat, dan zie je dus hoeveel graden er is en dan weet je nog ongeveer hoe lang die moet. Ik heb hem op 220 graden staan en als ik hem draai, dan stopt hij bij 200. Dus dat betekent dat hij nog maar 20 graden moet. Dus maak ik schijt aan, dus de pizza gaat erin. Of ga jij erin? Ga jij erin? Kom. Ga jij erin? Zo. So. Ben je er ook een slechte hondenopvoeder? Nou, pizza. Up. Zo. Dicht. Klik. Van voorverwarmen afhalen. Heel belangrijk. Ik vergat, vroeger vergat hem wel eens van voorverwarmen af te halen. En onze oven heeft nog een voorverwarmfunctie. Niet iedere oven heeft dat nog. Maar onze oven wel. En dat wil zeggen dat hij dus even warm gaat worden. Lijkt me logisch, want daar staat voorverwarmen natuurlijk voor. Ja, kijk, nu zie je het. Let op. Hé? Hij zat in mijn enkels te bijten. Ik zei het toch, dat doet hij heel vaak. Auw. Maar onze oven heeft dus nog deze voorverwarmfunctie. En dat duurt altijd ongeveer een kwartiertje. Ik zit nu op de tafel, want ik kan er niet in mijn enkels bijten. Maar nu moet ik dus gaan wachten tot de pizza klaar is. En vroeger vergat ik er wel eens van voorverwarmen af te halen. En dan verbranden de pizza's en zo altijd. Dus ik had vroeger bijna de helft van de tijd de verbrande pizza. Omdat ik dat altijd vergat. Ik ben best wel vergeetachtig. Voor de mensen die het nog niet wisten, ik ben best wel vergeetachtig. Dat is echt waar. Ik heb ook eigenlijk altijd, als ik wegga van het huis. Ik ga bijvoorbeeld uit of ik ga naar een vriend of weet ik het wat. Dan vergeet ik altijd wel iets. Dan ga ik altijd de deur uit en dan ben ik halverwege onderweg ofzo. Of ik zit net op de fiets. En dan denk ik, fuck, weer iets vergeten. En dan keer ik om en dan kom ik binnen. En dan zegt iedereen meteen al van, oh, ben je dit weer vergeten? Yup. Of ben je weer iets vergeten? Yup. Dat is echt iets standaards voor mij geworden. En meestal is mijn mobiel of mijn of mijn schooltas of zoiets, weet je wel. Of mijn pasje voor de trein, vergeet ik ook heel vaak. En dan moet ik weer terug snel. Vanaf mijn huis naar de trein is ongeveer, nou laten we zeggen, 5 minuten als je snel doortrapt. Met de fiets dan. En ik vergeet dus heel vaak mijn fietssleutel. Of nee, mijn pasje van de trein. Mijn OV, mijn OV-chip. En dan kom ik dus aan bij de trein. Kijk ik in mijn jaszak. En dan denk ik, fuck, nee, vergeten. Dan moet ik snel terug fietsen naar huis binnen een paar minuten. En dan snel weer heen naar het station. Dus ben ik er 10 minuten kwijt. Dus soms mis ik de trein dan wel eens. Maar dat komt bijna nooit voor. Meestal ben ik nog gewoon op tijd. Omdat ik meestal ruim op tijd thuis wegga. Ja, dat is jouw tip. Ik versla me sowieso bijna nooit. Als ik me dan toch verslaap, dan is dat meestal omdat ik die avond ervoor echt tot heel laat ben opgebleven. En echt dan meestal tot 3:30 of zoiets. Door de week, hè. Dat is niet de bedoeling eigenlijk, als je de volgende dag naar school moet. Auw, oké, de hond zit heet in mijn Engels erbuiten. Dat is vreselijk irritant. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hij was niet zo lang zoals je ziet en niet zo heel interessant of zo. Maar het is voor mij een zondag en mijn zondag is nou eenmaal heel rustig en helemaal niet interessant. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik je de volgende keer weer met een nieuwe vlog. Tot ziens. Ik duwde net de hond weg met mijn voet. Misschien hoor je wel zo. Kijk. Jij bent echt de irritantste hond ooit. Als jij eenmaal voeten hebt gevonden. Kijk, eens moet je zien. Zie je? Kijk. En dan bijt hij hem mooi mijn enkels. Jij bijt nog een keer mijn pezen kapot of zo. Ja, ja, ja. Hé. Hey. Ja, ja, ja. Grapjas. Tot ziens. Tot ziens.